Ik ben Joyce Lansbergen, mede-eigenaar van LG Flowers, Gerbera Kwekerij in Pijnecker en samen met mijn broer Mike de derde generatie. Wij hebben de webshop ook een webshop live gebracht, niet alleen vanwege coronatijd. We waren hier eigenlijk al sinds vorig jaar september mee bezig. Maar toen de corona ook de impact bij ons op het bedrijf had, dachten wij van nou, we moeten de webshop sneller live gaan brengen. Want dit is nog een manier voor ons om de bloemen bij de consumenten te kunnen brengen. Wat moet je nou verwachten? Hoeveel boeketten kunnen we nou gaan doen per week, per dag? We hadden natuurlijk echt geen idee. En eigenlijk toen de webshop live kwam, kwam er echt behoorlijk veel op ons af. De eerste weken waren het denk ik echt wel honderden boeketten. En voor ons was het echt ineens moederdag, zeg maar. Ook omdat er nog heel veel foutjes in zaten. We hadden de achterkant nog niet goed ingeregeld. Want ja, het kan één boeket zijn of 10 boeketten. Dus wij dachten, nou joh, laat het maar op ons afkomen, dan zien we het wel. Maar het was eigenlijk wel gelijk alle hens in dek, de verzenddozen op. Alles was meteen in één klap op. Terwijl wij dachten, nou, we kopen voorzichtig in. Want ja, je weet nooit. Straks zie je er een jaar mee, zeg maar. Je weet niet als je een nieuw avontuur gaat beginnen wat dat eigenlijk inhoudt. Het is bij ons best een dure webshop, zeg maar, in verhouding. Je kan natuurlijk ook redelijk makkelijk simpele webshops bouwen. Daar zit niet zoveel werk in op zich. Maar het is vooral de klantenservice. Wij hebben 84 soorten. Er zitten toch mengsels in boeketten. Dus hoe ga je zorgen dat dat toch op een efficiënte wijze in je schuur komt? En de bloemen moeten ook nog voorwateren. Zodat we kunnen garanderen aan de mensen als de bloemen 2 dagen onderweg zijn, dat ze toch nog kunnen genieten van een mooie bos bloemen. Al die kleine stukjes bij elkaar maakt het wel dat het best wel een proces is, zeg maar, in je bedrijf naast je bestaande stromen. Dus daar moet je wel heel goed over nadenken. Waar je goed over moet nadenken met een klantenservice is dat consumenten vragen natuurlijk eigenlijk 24/7 gaan ze vragen stellen over hun bestellingen. En de eerste weekenden hadden wij ook wel een beetje, ik doe het dan samen grotendeels met Noeska. En in het begin hadden wij ook een beetje in het weekend van wow, wat gebeurt hier? Je moet overal op reageren, want dat verwachten mensen en dat verwacht je zelf ook als je ergens wat bestelt. En dat was wel best wel veel impact, ook op je privéleven heb je als eigenaar van een kwekerij toch ook al wat minder. Maar het gaat wel door, dus ook 's avonds om 10 uur komen de berichtjes binnen. En ook, ja, ook wel eens klachten, omdat het niet op tijd wordt bezorgd of iets anders. Dus ja, daar heb je wel mee te maken. En zelf ook als je wat op LinkedIn zet, dan ontplofte mijn mobiel en via alle kanten kwamen de bestellingen binnen. Dat ik wel dacht, oké, dat was wel, zeg maar, dat heb ik onderschat. Maar of je dat op een andere manier kan doen, nee. Ik denk wel dat je er beter op kan voorbereiden. Nu hebben we nog iemand aangenomen op kantoor en zij doet het nu grotendeels zeg maar overdags. En in het weekend helpt ze ook mee, dus we hebben nu meer weekenddiensten. En er is gewoon iemand die continu er mee bezig kan zijn, zeg maar. En eerst deden Noeska en ik het naast ons gewone werker een beetje tussendoor. En er waren de bestellingen zo gigantisch veel dat je allebei zoiets had. Shit. En die wil nog antwoord en die wil nog antwoord. Dat je ook zag dat we bedrijven of klanten die boeketten wilden bestellen niet eens konden beantwoorden. Omdat het gewoon gebrek aan tijd was, zeg maar. Dus dat zijn we wel anders gaan indelen. Ja, ik denk dat het meest belangrijk is als je aan een webshop gaat beginnen, is dat je goed weet wat je wil, zeg maar. En dat je goed voor ogen hebt dat het een impact heeft op je bedrijf, maar ook dan wat wil je dan vertellen en waarom zou de consument bij jou iets moeten gaan bestellen. Dus wat maakt dat men het ook echt gaat doen? En dan huur gewoon ook wel, als je een webshop wil bouwen voor langere termijn, mensen in met kennis. Want als je die mensen aan boord hebt, dan zie je ook meteen dat het een goed lopende shop wordt. Want bij ons gaven consumenten meteen aan, oh, zijn jullie pas net open? Dat had ik helemaal niet in de gaten. Dus ze hebben echt al het idee als ze de webshop zien, dat het al iets is wat al jaren loopt en draait, zeg maar. En dat is denk ik wel de kracht omdat je goede mensen hebt ingehuurd bij het totale proces. Ik geloof er niet zo in, nu ik dit hele proces heb meegemaakt, dat je het voor een paar weken moet willen doen. Want dan heeft het zoveel impact. En je moet zoveel organiseren eigenlijk aan de achterkant.
dan vraag ik me af of het wel wijs is om te doen. Dat je moet wel, je bedrijf moet er klaar voor zijn. Je moet mensen naast je kunnen hebben die er ook zin in hebben om dit avontuur met je aan te gaan. Want je weet gewoon niet waar het eindigt. Of het wordt heel leuk en je hebt heel veel bestellingen, maar dan is het dus ook alle hens aan dek. Maar het wordt wel, ja, je weet het, een nieuw project wordt trekken. En daar heb je wel een team voor nodig die met jou mee wil bouwen. En gelukkig is bij ons in het bedrijf Noeska altijd zo gek om met mij mee te doen. Dus dan is het leuk om zo'n avontuur aan te gaan. Maar als je daar alleen voor staat, is het best wel een impact, zeg maar, naast het werk wat je al hebt, zeg maar. Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar hoe onze webshop eruit ziet en de boeketten? Ga dan naar www.bloommakery.nl.